77-jarige Tata Mirando is niet zomaar een muzikant. Hij komt uit de zigeunerfamilie die over de hele wereld bekend staat om haar muziek. Net of het tegen mij gezegd is, ga erheen. Zo'n gevoel had ik. Er lag iets bijzonders. En ik zie hem liggen. De viool werd op een rommelmarkt in Den Bosch door een oud vrouwtje te koop aangeboden. Mirando zag meteen dat het om een heel bijzonder exemplaar ging. Het was dan ook schrikken toen de vrouw hem terugriep. Hij was bang dat ze zich bedacht had, maar dat was niet het geval. Ze wilde hem ook nog een tas vol bladmuziek meegeven. En dat was niet het enige dat in de tas zat. Ik deed die tas open en toen kwam ik dat tegen. Wat is dat? Dat is een certificaat van echtheid. Van de grootste vioolbouwer van Duitsland. Papiano anno 1801. Und für echt bevonden der worden. Hij is echt origineel. En omdat de viool zo uniek en waardevol is, is Mirando er erg zuinig op. Het is slechts voor enkele weggelegd om erop te spelen, zodra de viool weer in ere hersteld is. En ik ben dolgelukkig met deze viool. En die verkoop ik nooit meer. Het blijft voor eeuwig in de familie. Er mogen alleen eerste klas violisten opspelen. En de eerste die erop speelt, dat is mijn kleinzoon.